Ik ben Sigrid Wertheim-Hek en ik ben hier lector op deze hogeschool, de Eres Hogeschool in Almere. Ik ben net terug uit Vietnam, uit Hanoi. En ook daar heb ik onderzoek gedaan naar de stad en haar inwoners in relatie tot voedsel. Hanoi is een hele andere context dan waar we hier nu zijn in Almere. Het is natuurlijk een veel grotere stad. Schaalgroot is veel groter, maar wat wel heel erg vergelijkbaar is, is de relatie tussen stad en het achterland. En ook in Almere zie je dat heel nadrukkelijk. Dat is ook een stad die precies die scheidslijn markeert tussen metropoolregio Amsterdam en het agrarisch producerende achterland. En deze uitdagingen, eigenlijk de relatie tussen het agrarische achterland, voedselproducerende land en de stad, dat geldt op mondiale schaal. Steden worden steeds groter. In de toekomst zal 70% van de wereldbevolking in steden leven. Nou, al die mensen moeten eten. En de afstand tot het agrarische land wordt ook steeds groter. Nu zie je dat daar verschuivingen in optreden. Dat het niet zomaar gezegd is, er is een stad en er is een ruraal plattelandsterrein. Maar die grenzen zullen in elkaar over gaan lopen, ook richting de toekomst. En ook misschien wel een scheidslijn tussen soorten voedsel die waar ergens worden geproduceerd. Nou, we zijn hier dus in de stad Almere, die zich heeft opengesteld als Living Lab voor onderzoek. En het is natuurlijk fantastisch om met heel veel jonge mensen daar onderzoek naar te kunnen doen. Het is heel complex, het voedselvraagstuk. Het raakt aan alle aspecten van ons leven. Dat betekent dat je eigenlijk met heel veel soorten mensen en soorten partijen zult moeten samenwerken. Want je vindt een oplossing niet in je eentje. En zeker ook jonge mensen die dus nog niet beperkt zijn in hun denken door bestaande conventies van hoe dingen horen te zijn en hoe dingen moeten zijn. Die nog heel erg oplossingsgericht, ook wel in hun alle naïviteit, eigenlijk en enthousiasme de toekomst aangaan om daarmee te werken aan voedselvraagstukken, is denk ik heel waardevol. En het beleid in Almere houdt zich echt mee bezig van in die openheid als Living Lab van hoe kunnen wij de voedselvoorziening ook richting de toekomst voor al onze burgers gezond en veilig en duurzaam garanderen. Ik heb zelf natuurlijk geen doel in mijn achterhoofd. Als onderzoeker mogen wij alles bevragen. Maar waar ik wel graag een bijdrage aan wil leveren, wat ik ook denk wel dat gaat gebeuren in zo'n stad zoals Almere, zoals ook in andere steden, dat je ziet, je hebt het consumeren via de supermarkten en waar ook veel verwerkt voedsel wordt aangeboden. En je ziet een beweging van meer alternatieve stromen, noemen ze dat maar. En dat zijn twee gescheiden werelden. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er nu nog gescheiden werelden van enerzijds het voedsel kopen in de supermarkt, waar producten van over de hele wereld liggen en hele andere logica spelen ten aanzien van inkopen doen. En de wereld van het op de lokale markt kopen, van de lokale producten, van de kleine producent. Dat die wat dichter bij elkaar komen. En daarvoor is begrip heel belangrijk. Ja, en juist dat multidisciplinaire onderzoek om al die verschillende facetten van voedsel te verkennen met jonge mensen. Ja, dat kan bij uitstek hier in Almere in samenwerking met de Flevo Campus.